Erwin Koeman is sinds dit seizoen de trainer van RKC Waalwijk. Koeman trof zaterdag de club waar hij in totaal 260 wedstrijden voor speelde. Hij maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut voor de FC, ging kort daarna naar PSV om in 1982 terug te keren in Groningen. In het seizoen 83-84 scoorde hij in de Europacup duels tegen Atletico Madrid en Inter Milan. Het bekende recept richting McDonald. Koeman, kans en doelpunt. Onvoorstelbaar misverstand in de verdediging van Inter Milan. En na 16 minuten spelen opent Erwin Koeman de score. Hier in 1985 maakte Koeman de overstap naar KV Mechelen. 9 jaar later kwam Koeman via PSV opnieuw naar FC Groningen, waar hij zijn carrière in 1998 afsloot. Ja, ik heb natuurlijk een enorm mooi verleden bij Groningen. En, ja, dat blijft toch altijd trekken. Mijn vader en mijn moeder wonen in de stad. En mijn vader is dan nog dagelijks betrokken bij de club. Dus, ja, en ik volg Groningen op de voet. Dus er is een tribune naar de familie vernoemd, dus ja, wat wil je nog meer? In oktober 2011 werd de familietribune van Euroborg omgedoopt tot Koeman-tribune. Een eerbetoon aan Erwin en Ronald Koeman en vader Martin, die nog steeds werkzaam is bij FC Groningen. In de aanloop naar deze wedstrijd, heb je dan nog veel contact met je vader ook over deze wedstrijd? Nou, we hebben niet veel contact gehad. Hij heeft mij een interview vorige week gegeven dat de Koemannen kort van stof zijn, maar wel duidelijk. Dus... Maar ik denk ook dat hij de wedstrijd niet eens gezien heeft. In ieder geval niet op de tribune geweest. Mm-hmm. Want daar kan hij niet tegen. Dus hij vindt het niet leuk als ik met RKC tegen zijn club ga spelen. Mm-hmm. Of volgende week als RKC tegen Feyenoord speelt. Yeah. Nou, dat vindt hij helemaal niks. Nee. Nee. Keuze kun je niet maken. Nee, daarom gaat hij ook niet kijken. Mm-hmm. En ik betwijfel of hij televisie heeft gekeken. Mm-hmm. Dat betwijfel ik zelfs. Ik denk dat hij om een uur of half tien op teletext heeft gekeken wat het geworden is. Yeah. Ja. Maar laat hij dan nog wel even horen? Wat, een bepaalde... Ja, morgen hebben we contact. Ja, ja, zeker. Wat zeg je dan tegen hem? Ja. Nou, je hebt geluk dat je een punt hebt. Ja. Ja, moet ik wat anders zeggen? Nee. Dus ik denk dat hij blij is met een punt. Ja.